Je kreeg een dikpik met de vraag of je wilde afspreken. Je schrik je de pleuris eigenlijk. Ja, je maakt het open en ineens zie je dat. Denk je, wow, ik kan er niks mee, man. Het is echt smerig. De Foute Quiz. Welkom bij Q-Music's Foute Quiz. Ik ben Kai, DJ bij Q-Music. Elke avond horen tussen 7 en 10. En inmiddels weet je het wel, maar juni is de allerleukste maand van het jaar bij Q-Music. Want dan is het namelijk de Foute Maand. En dus is het ook tijd voor de Foute Quiz. Met vandaag hele goede foute gasten, Joni Bernal en zanger Kafke. Yes. Moeten jullie elkaar nog even voorstellen aan elkaar? Zijn jullie al een keer tegengekomen? We hebben elkaar nog nooit gesproken, volgens mij. We zijn elkaar nog nooit tijdens zo tegengekomen. Maar ja, natuurlijk toen ik jong was, toen was ik ziek en dan natuurlijk een dikke hit. Dus, ja, ja, absoluut. Jullie doen het ook hartstikke goed als we kijken naar de top 500 van het Foute Uur. Op 161 stond Cassie Canon en op 127 stond Springen. Hoe komen jullie de zomer eigenlijk door op dit moment, Jody? Ja, ik ben wel veel bezig met muziek. Alleen, ik heb 2 kids, dus ik ben daar wel vol mee bezig. Tot die tijd heb je dus je handen wel vol aan het thuisfront, als ik het zo hoor. Het thuisfront, maar ook ondertussen wel nieuwe muziek maken en dat is wel weer heel tof. Zit er binnenkort nog wat aan te komen? Ja, ik ben wel bezig met een nieuwe tune voor de zomer. Is dat gaat wel spannend worden, of dat er allemaal ook gaat lukken zoals ik wil. Ja, ja. Kafke, hoe kom jij de zomer door? We zijn ook bezig met nieuwe muziek natuurlijk. Ook aan zitten twijfelen, is het nu slim om uit te brengen? We kunnen het niet goed promoten. Maar we zijn toch bezig om iets uit te brengen. Komt waarschijnlijk deze maand, misschien volgende maand uit. Ook gewoon met een videoclip erbij en gewoon leuke, vrolijke muziek. Want ja, het is toch zomer, mensen willen toch iets van je horen. Ja, nou, goed om te horen. We kunnen jullie muziek goed gebruiken inderdaad in deze periode. Dus dat gaan we zeker afwachten. We gaan beginnen, dus ik zou zeggen thuis ook, trek je foute pak aan. Pak er wat lekkers te drinken bij. Want we gaan beginnen aan de foute quiz. 3 foute vragenrondes en 1 finale. En aan het einde weten we wie er naar huis gaat. Naar huis gaat. We zijn al thuis, maar naar huis gaat. Met de titel Foutste Mens en de absolute hoofdprijs. The Why Tell Me Wire. Why? Ronde 1. Jullie krijgen ieder 2 vragen over elkaar. 1 punt per goed antwoord. En we beginnen met Jody. Hier komt jouw vraag. Wat is de foutste vakantieherinnering van Kafke? Een hotelkamer inlopen van andere mensen. Daarbij in bed gaan liggen en gaan slapen. B. In roze bikini van de buurvrouw door het hotel na het stappen. Of C, na te diep in het glaasje te hebben gekeken, het reuzenrad ingaan en zijn maaginhoud geleegd op mensen in het karretje onder hem. Ja, die laatste C, die zie ik wel ook wel gebeuren. Ja. Volgens mij houdt hij wel van borrel. Dus dan zie ik dat ook wel gebeuren. Jij komt toch uit Tilburg, Kevin? Nee, bij Den Bosch niet. Oh, Den Bosch. Ja, ik dacht Tilburg. Maar oké, dan dacht Tilburgse kermis en zo. Ik denk ja. Maar alsnog ga je voor het reuzenrad? Ik ga voor het reuzenrad. Wat is het goede antwoord, Kafke? Het was antwoord B. Het was antwoord B. In roze bikini van de buurvrouw door het hotel naar het stappen. Dat moet je even uitleggen. Ik was met mijn vrienden op vakantie in Mallorca, natuurlijk, stapvakantie. Heel de dag op het strand biertjes drinken en s'avonds nog op stap. En na het stappen hadden we het goede idee om bij de buren de strandkledingen te pakken en die aan te trekken en zo een rondje te doen door het hotel. En de volgende vraag is voor Kafke. Wat is de foutste DM die Jody ooit kreeg? Was dat A? Een vrouw vroeg of hij een foto wilde sturen van zijn voeten. B. Een DM met een verzoek om op een vrijgezellenfeest te komen strippen op zijn hit Cassie Canon. Of C. Een dickpic met de vraag of hij wilde afspreken. Ik ga voor antwoord B aan. Ja. Antwoord B. Antwoord C. Antwoord C. Ook niet goed. Nee, je kreeg een dickpic met de vraag of je wilde afspreken. Ja, eigenlijk, je schrik je de pleuris eigenlijk. Ja, je maakt het open en ineens zie je dat en denk je, wow. Ja, ik heb het wel een paar keer gehad hoor. Alleen, ik kan er niks mee, man. Het is echt smerig. Ja, nee. 0-0, de volgende vraag is voor Jody. Wat vindt Kafke de foutste modetrend bij vrouwen? A. Vissershoedjes. B. Leggings. Of C.
van onopgemaakt naar opgemaakt op TikTok? Ik denk vissershoedjes. Nee, dat is antwoord C. Ja, dat is een rage op TikTok. Hoe gaat die? Ja, in TikTok komt er een muziekje op. Op een gegeven moment in het muziekje springen die vrouwen dan in de lucht. En als ze weer landen, zijn ze helemaal opgemaakt, klaargemaakt om uit te gaan of zo. Maar ik vind het geen leuke rage. Gaan we naar de laatste vraag. Het is nog steeds 0-0, er is nog niet gescoord, maar het kan nog gebeuren. Kafke, wat is het foutste tv-programma of serie die Jody graag kijkt? A. Goede tijden, slechte tijden. B. Temptation Island. Of C. The Bachelorette. Dat is ook een wilde gok. Ik ga voor... De Bachelorette is net weer begonnen, hè? Mijn vriendin kijkt toevallig. Ik ga toch voor antwoord A, denk ik. Goede tijden. Goede tijden, slechte tijden. Jody, zeg het maar. Het is B, Temptation Island. Zou je er zelf al meedoen, stel dat ze je vragen? No way. Nee, zeker niet. Nee, weet je, ja, alcohol, dat maakt gewoon meer kapot dan je lief is. Dat is gewoon zo. En helemaal dat zonnetje. En ja, voordat je het weet, kijk je al verkeerd. En dan wek je een verkeerde indruk. En zo beginnen die dingen alweer door te rollen. Dus ja, no way. Ronde 2. Ik ben de foute archieven ingedoken naar al die parels van hits die er geweest zijn al die jaren. En ik heb een stukje van een fout nummer ingezongen voor jullie. Alleen, er zit een fout in het nummer. En voor één punt wil ik zo heel graag weten, wat is de fout en wat moet het zijn? We beginnen met Kafke. Luister goed. Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist. En achteraf, dan zul je mij niet horen vragen. Ah, dat is een inkoppeltje natuurlijk. Eitje. Zul je mij niet horen klagen? In plaats van horen vragen. Vragen is klagen. We gaan luisteren. En achteraf, dan zul je mij niet horen klagen. Uiteraard. De volgende opgave is uiteraard voor Jody. If you wanna be with me, baby, there's a price to pay. I'm a genie in a bottle, you gotta love me the right way. Ik hoorde place in plaats van place to be. Ik kan al zeggen dat dat niet goed is. Kafke, je mag een poging doen. Ik weet het niet. Dan stopt hij daar ook. En dan gaan we luisteren naar wat het had moeten zijn. En dat had dus moeten zijn, you gotta rub me the right way, in plaats van love me the right way. Ja. Maar het was ook een moeilijke hoor, Jody. Dat moet ik eerst toegeven. Betekent wel dat aan het einde van deze ronde de stand is gekomen op 1-0 voor Kafke. En we gaan naar de derde ronde. Ronde 3. En in deze ronde heb ik voor ieder van jullie een foto. Alleen dat zijn twee artiesten door elkaar. En ik wil heel graag voor één punt weten, welke twee artiesten zie je hier? We beginnen met Jody. Oké. Dat is Ray van Too Limited. Met Eddie Murphy. Is dat je antwoord? Nee. Pierre van Hooijdonk. Het zijn artiesten uit het foute uur, Jody. Pierre van Hooijdonk heeft er nog niet in gestaan. Lou Bega. Dan ga ik al zeggen dat niet goed is. Kafke, je mag het nog proberen voor één punt. Welke twee artiesten zijn dit? Nee, ik zou het niet weten. Dan gaan we kijken naar de oplossing. Welke twee het zijn. Ja. Ja, ik kan het kunnen weten. Ah, irritant, Lionel Richie en Ray van Too Unlimited. Die had je wel goed, Jody. Die wel. Maar helaas. Kafke, jouw foto. Dat is deze. Guus Meeuwis en Gordon. Ja. Laten we kijken. Kijk eens aan. Perfect. Punten. En dat is een goede inderdaad. En dat zijn inderdaad punten. Puntje erbij. En dat betekent dus dat dat de stand op het einde van deze ronde staat op 2-0 voor Kafke. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren in de finale. De finale.
Ik heb hier de 10 meest succesvolle Nederlandstalige zangers, dus mannelijke solo acts, uit het Foute Uur verzameld. En de vraag is, hoeveel ken je er? Jody, jij staat achter, dus jij mag beginnen. Hoeveel kun je er opnoemen van de 10? 10. Ga je ze allemaal doen? Ja, ik ga het voor goud. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan pak ik er een timer bij. En nou, als jij er klaar voor bent, dan mag je nu beginnen. Je tijd gaat nu in. Start. Oh, oh shit. Nee, Joey, nee, go. Ik weet het niet meer. Hoeveel moest ik opnemen? 10 mannen? Ja, je hebt 10 gezegd. 10, binnen een minuut. Mannelijke solo-artiest uit het Foute Uur. Oké, okay. Lionel Richie, Guus Meeuwen. Ja, zeker. Gordon, Zanger Kafka, Ray to Unlimited, Anita Dot, Jody Bernal, Michael Jackson, Nederlandstalig. André Hazes junior. André Hazes junior, ja, dat is goed. André Hazes senior. Zeker. Marianne Weber. Maar de vrouwen natuurlijk. Een mannelijke. Ik heb er 10 gehad, hoor. Kom op. Hoe heet ze nou? Jacques Herp. Wie zei nog als laatste? Ik zei Jacques Herp. Nee, helaas. Ah, man. Helaas. Ik zal nog even opnoemen wat ik hier op papier had staan nog. Snollebollekes, Marco Borsato, John de Bever, Tino Martin, Paul de Leeuw, Frans Duits en Gerard Joling. Waar stond Jacques Herp er niet in, joh? Jacques Herp, die staat er niet bij, nee. Is je ingerad. De Toreador. Ja, dat betekent dat de punten van Jody dus de andere kant op gaan naar Kafke. En dat betekent dat we een stand hebben van 12-0. En de foutste mens van vandaag is geworden Zanger Kafke. Oké. Ja, en je gaat natuurlijk ook nog naar huis met de Wise Down the Wire. Top. Handig voor deze zomer. Tot zover de foute quiz van vandaag. Je kunt nog stemmen natuurlijk voor de foute 1500 via qmusic.nl of de Q-app. Doe dat zeker even. En voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende. Q-music. Q sounds better with.